Dit is Els. En dit zijn haar 80 koeien. Samen met haar zus Marja en haar zoon Robbie zijn ze trotse eigenaar van kaasboerderij Schellach. En zij hebben een groot probleem. Robbie, dit zijn je melkkoeien. Kun je daar wat over vertellen? Onze melkkoeien die produceren natuurlijk de melk voor onze kaas. Ja, zoals je ziet, ze hebben nu net vers eten gehad. Ze zitten lekker aan de lunch. Ja, lekker aan de lunch. Nou, dat hebben we helemaal op maat gemengd. Het begint rond deze tijd van het jaar. Dan gaan we beginnen met de bemesting. De bemesting is weer bepalend voor het gras wat je oogst, voor de maïs die je oogst. En dat bepaalt dan het jaar daarna weer de kwaliteit van de kaas. In 1950 is de boerderij gebouwd aan de andere kant van de weg door mijn opa en oma. Mijn vader en moeder hebben dat overgenomen en die zijn in 1980 begonnen met kaas maken. Dus een echt familiebedrijf? Ja, in 2000 hebben mijn zussen en ik de boerderij overgenomen. En nu staat de volgende generatie, Robbie en zijn broers, alweer klaar om met alles door te gaan. Volgens mij komen hier normaal gesproken heel veel mensen in jullie winkel producten kopen. Ja, dat klopt. We hebben in de zomer echt altijd wel 1000 klanten per week. En ja, dat is in coronatijd toch helaas ook minder geweest. Ik zie behoorlijk wat kaas liggen. Ja, dat ligt hier inderdaad. En dat ligt hier mooi te rijpen. Daar hebben we heel lang aan gewerkt, maar het is een beetje te veel. Er ligt hier 12.000 kilo kaas en daar willen we toch eigenlijk wel een beetje vanaf. Help Els door een lekker stuk kaas of een borrelbox te bestellen. Tevens zal een deel van de opbrengsten gedoneerd gaan worden aan hulporganisaties die zich inzetten voor Oekraïne. Lekker Frank, deze kaas echt lekker. Echt lekkere kaas, type. Hey, en ze hebben dus nog 12.000 kilo liggen. Dat is echt veel kaas. Nou, op een goede actie. Cheers. Cheers.